Welkom allemaal weer bij deze tweelingenziel reading. Is alweer even geleden, dus ik kreeg door van dat ik daar weer eens een keer een reading over mocht doen. Ik gebruik hiervoor de tweelingenziel deck en de tarot einde van de regenboog. Ik hoop allereerst dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Welkom op dit kanaal. Ik wil jullie graag bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé reading, coaching, begeleiding, rijke healingen. Dank je wel daarvoor. Maar natuurlijk ook alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal up-to-date. Ik heb voor de rest ook nog een nieuwe kanaal geopend, een Engelstalig kanaal. Op dit kanaal maak ik ook readingen. Ik zou willen vragen om daar een kijkje te nemen. Als het wat is, dan mag je het natuurlijk ondersteunen door je te abonneren of te liken. Zodat dat kanaal ook verder mag gaan uitgroeien. Maar ook vooral omdat je dan wat extra readingen tot je beschikking hebt. We gaan gauw beginnen. Wat mogen wij weten voor vandaag 13 april alweer? Voor onze lieve tweelingenzielen, de Divine Counterparts. Ik heb hier creatie en daar staat bij, je bent de creator van je leven en je schept een situatie die prettig en liefdevol aanvoelt. Ik denk dat er een bepaalde gave loskomt, een creativiteit. Kan zijn dat als jullie... Lieve tweelingen, als jullie met elkaar nu die volgende fase ingaan, dat voel ik heel erg voor deze groep die hiermee resoneert, dat jullie de creativiteit bij elkaar triggeren en dat dat buiten de gaves die je al hebt, dat dat een extra gave of versterkt of een nieuwe, dat je een nieuwe gaat ontdekken. Heeft erg veel potentieel. Je bezit het potentieel om het universele tweelingenzielenergie uit te dragen. Nou, met die mooie sleutels. Wat mogen we hierover weten, Spirits and Guides? Met de keizerinnenmodus hebben we het hier over degene die dus in de vrouwelijke energie zit. Dat is de keizerin. Gegrond, weet wat ze wil. Liefdevol. De vrouwelijke tweelingziel of de man, maar die in de vrouwelijke energie zit. Want dat kan natuurlijk verschillen. Het kan goed zijn... dat je geniet van het leven, dat je geniet van de samenwerking met het universum. En dat het universum vindt dat jij klaar bent voor de volgende stap. Voor het volgend potentieel. Het kan zijn dat je al het een en ander hebt uitgediept. En dat, het nu, dat je nu klaar bent voor een nieuwe uitdaging. Het kan zijn dat je daar al diverse berichten over hebt gehad, in de zin van dat je erover gedroomd hebt, dat je tijdens meditatie of gebed daar over na hebt gedacht of dat dat plotseling opkwam. Het is iets wat niet onaangekondigd binnenkomt, maar... het heeft wel een enorme impact op je, heb ik het gevoel. En met hier het wiel, ja, het wiel gaat dan in jouw voordeel draaien. Ik heb het gevoel voor sommige mensen, die worden nog succesvoller dan dat ze al zijn.
Wat mag ik nog meer weten, spirits en guides, van mensen die hiermee resoneren? Justice, de zes van bekers, de zeven van zwaarden en de... Is dat de koning? Ja, de koning van munten. Ik heb het gevoel dat je gerechtigheid krijgt. Voor het feit dat je altijd heel liefdevol bent naar anderen. Liefde voor jezelf gecultiveerd hebt. Je hebt heel veel moeten afzien met die zeven van zwaarden. Heel veel mensen hebben jou altijd belogen, bedrogen. Je probeert je daar ook tegen te beschermen. Maar ik heb het gevoel dat die weerstand en ook concurrentie, mensen die kwaadwillend waren, dat dat er allemaal bij hoorde om jou aan te sterken. Dat als je deze nieuwe gave krijgt of een bepaalde talent of gave, dat die versterkt wordt. Dat jij dan wel stabiel blijft. Kijk maar eens, het is echt een doorgewinterde, gepantserde koning van munten. Dus iemand die iedere uitdaging aan durft te gaan. En dat is zeg maar waar jij vrouwelijke energie voor klaar bent gestoomd. Om jouw evenwicht te kunnen behouden. En om bereid te zijn om stappen te zetten. Voor op jouw pad. Mogen wij nog meer weten voor deze vrouwelijke divine counterpart? De ridder van zwaarden, de zes van staven, de kluizenaar en de aas van munten. En onderliggend hebben wij de zes van zwaarden. Er gaat communicatie komen met de mannelijke tweelingenziel. Ik heb het gevoel voor sommigen in de 3D als je al samen bent of als je contact hebt, maar voor de meeste hoger, 4 en hoger. Voor sommigen komt contact met voorouders, zodat ze jou verder kunnen begeleiden op dit pad. Zodat je inzichten gaat krijgen hoe je dit moet gebruiken, hoe je het in moet zetten, zodat jij een goede start kunt maken. Bovendien heb ik het gevoel dat dit aan jou ook heel veel overvloed brengt. En dat is allemaal om jou verder te laten groeien. Prachtig. Mag ik nog een laatste advieskaart op deze legging? Pas op voor dominantie. Het kan wel eens verward worden met zelfvertrouwen. Kijk, die keizerin die hier ligt, die blaakt zelfvertrouwen. Die weet wat ze wil, zoals ik net al zei. Die kan multitasken. Dat is een hele sterke vrouwelijke energie, want zij is tenslotte alle koninginnen in één. En ik heb het gevoel dat... als jij op een gegeven moment dit onder controle hebt en je brengt dat naar buiten en je wil mensen daarmee helpen of het collectief mee helpen, het verhogen, etc. Dan kan het wel eens door concurrentie vertaald worden als zijnde dominantie. Maar het is eigenlijk gewoon het zelfvertrouwen wat je uitstraalt als persoon, maar ook...
als iemand die graag zijn of haar pad dient. En dat is, ja, dat kan wel een hele diepe misvatting zijn bij sommigen. Dus ja, jij bent daar klaar voor gestoomd, maar anderen kan het afschrikken. Maar wees daar niet bang voor. Dat gaat uiteindelijk goed komen. Dus dat is wat betreft de vrouwelijke tweelingenziel. Dan ga ik even kijken wat we met die mannelijke kunnen zien. Bij de vrouwelijke zag ik dus duidelijk de weegschaal. Ik zie de maagdkaart. Ik zie de ramkaart. Dat, en de hoge priesteres. Dus de viskaart. Dat zijn de energieën, de sterrenbeelden voor bij die vrouwelijke tweelingenziel. En nou ga ik richting de mannelijke tweelingenziel kijken. Wat mogen wij weten over die mannelijke tweelingenziel? Wat is daarmee aan de hand? Wat voor ontwikkeling mag hij doormaken? Ik zeg hij, maar nogmaals, het gaat om een mannelijke energie. Dat kan zowel ook in jou aan het veranderen zijn. Want we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Wat mogen wij weten voor de mannelijke divine partner? Confrontatie. Maar één? Oké, maar één kaart. Confrontatie. Ze worden geconfronteerd met de gevoelens voor jou. Ze worden geconfronteerd met dat ze de liefde onder ogen moeten zien. Eens je het ware doel van je confrontatie bevat, dan leer je dat deze liefdevol is en niet denigrerend. Bij deze mannelijke counterpart krijg ik het gevoel van liefde niet willen toelaten, nooit, misschien nooit verliefd geweest, maar nooit opengestaan voor liefde. En nu komt die confrontatie dan eens zo hard. Altijd van weggelopen, altijd weggeduwd. Maar nu moet dat aangekeken worden. Dus we gaan het zien. Wat mogen wij weten voor die mannelijke energie? Ja. Ik heb het gevoel dat hij de confrontatie aan wil gaan. Hij heeft zijn liefde voor jou geaccepteerd. Dus er komt communicatie met deze ridder van zwaarden. Hij ziet er erg tegenop, maar aan de andere kant ook niet. Is slecht met het uiten van gevoelens. Kan daar heel moeilijk mee omgaan, maar aan de andere kant wil hij graag die verzoening. Wil hij graag dat het goed komt. Wil hij graag jou terug beter leren kennen of met jou genieten, leuke dingen doen. Jij maakt hem enorm gelukkig. Enorm blij. En het kan goed zijn dat er ook nog een kind in het spel is waar hij jou over moet gaan informeren. Maar hij is bereid om nu uiteindelijk, want hij is ook gegroeid, hij is ook geheeld, hij is uiteindelijk bereid om de stap richting jou te doen. En anders, als hij nog niet zo ver is, kan goed zijn dat hij klaar wordt gestoomd om die confrontatie met jou aan te durven gaan. Kan een ram of een leeuw zijn. Wat mogen wij nog meer weten? Spirits and guides. Trots zit misschien in de weg. Voornamelijk als je met een leeuw te maken hebt. Nou, ik heb hier de krachtkaart. Dus nogmaals de leeuw die naar voren komt. De twee van bekers. Wat ik al zei. Die confrontatie aangaan. Communiceren over wat de gevoelens zijn voor jou. Met de aas van staven. Hopende dat het goed komt en dat er een nieuw begin kan starten tussen jullie. Heel veel kracht en moed nodig om zijn of haar gevoelens aan jou kenbaar te maken. Maar ze gaan dus met
ja, die opbiechting komen met deze koning van bekers. Ze gaan dus hun gevoelens aan jou uiten. Mogen wij nog meer weten voor die mannelijke energie? Ze zijn enorm onder de indruk van hoe jij eruit ziet, je zelfvertrouwen, maar ook hoe jij zo ver bent gegroeid. Ze zijn trots op je en ze willen met je gezien worden. Met deze koningin van staven, daar hebben we de vier van staven. Ze zien een toekomst in je, ze willen graag met je verder. Een relatie, misschien zelfs wel een huwelijk. Ze zijn zo moedig en ze willen jouw kans opkomen. Ze willen die confrontatie aangaan, want ze voelen zich alleen, verdrietig, in de kou, zonder jou. Ze hebben nog gezocht naar iemand anders, maar een ander zoals jij is er gewoon niet. En met deze hoge priesteres heb ik het gevoel dat voor de meesten er een telepathische connectie is. Voor sommigen door gecommuniceerd worden via muziek. Anderen is er na een periode van stilte, komt er weer communicatie. Waarom zeg ik dat? De hoogpriesteres kan voor stilte, voor geheimzinnigheid staan. En je ziet hier twee zwaarden, dus er gaat weer gecommuniceerd worden. Het kan zijn dat... dat er echt wel een hele lange periode overheen is gegaan. Wat is het advies op deze legging? Ja, ga die confrontatie aan, want er is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijk betekent ik hou van jou, dus niet ik hou van jou als. Geen voorwaarden stellen. Dus wees niet bang, ga die confrontatie aan. Gaat helemaal goed komen. Ik zie hier dus die dubbele bevestiging van een leeuw. Misschien hebben jullie alle twee wel leeuw in jullie zon, maan, Venus of ascendant. Ik zie ook de ram. Ik zie de vis. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Vergeet ook niet op mijn nieuwe kanaal te kijken. Dank je wel weer. Tot de volgende keer. Namaste.